Kom verder. Hallo allemaal, alles goed? Wie is dat? Wie ben jij? Wie is dat? Zo, even stil jongens, luister goed, want we hebben wat nieuws voor jullie. Althans voor één iemand hier zo. Heel spanning en sensatie. Want wij hebben een bepaald berichtje op tv van iemand. Beste Havanna, leuk om je hier te zien. Ik heb je afgelopen week gezien bij de jury van de kinderburgemeester. En ik mag je vertellen dat jij het heel goed hebt gedaan. Dus daarom, Havanna, kan ik je zeggen dat jij de eerste kinderburgemeester van Almere wordt. Ik werd zojuist in de klas met confetti en zo overtroffen. En ik had zoiets van, wat gebeurt hier? En iedereen was gefeliciteerd, gefeliciteerd. En ik dacht echt zo van, wat gebeurt hier? Het was wel echt heel cool. Ja, ik zag dat je helemaal grote ogen kreeg van, huh, wat is dit? Ja, ik dacht, ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor. Ik moet het nog een beetje verwerken. Ze is gewoon fantastisch. Maar ja, dat ze dit zo in elkaar had kunnen maken. Twee keer presenteren, ook voor de burgemeester presenteren, dat is best spannend. En dat ze dit geworden is, dus ja. 24 kinderen hadden gesolliciteerd naar de functie van kinderburgemeester. Vijf van hen moesten de jury, met onder andere burgemeester Bijleveld en kinderen van de leerlingenraad van een andere school, overtuigen van hun geschiktheid. En hoewel de keuze heel erg lastig was, wist Havanna de hoogste ogen te gooien met haar plannen. Mijn plannen zijn, ja, ik kan niet te veel vertellen, alleen ik heb wel ideeën zodat dat ik langs scholen ga om kinderen te vragen wat ze belangrijk vinden. En dat ik ook ideeën heb voor hoe we natuur kunnen beter maken. En ook dat bijvoorbeeld scholen langs recycleperrons gaan, zodat kinderen eigenlijk weten wat vuilnis nou eigenlijk met de natuur doet. Dat is ook een van de punten die ik heb benoemd, dat ik heel erg van de meningen van kinderen heel erg belangrijk vind. En wat zijn dan de eigenschappen die haar zo geschikt maken? Ze is heel wijs voor haar leeftijd, dat zegt iedereen. Van, is dit een kind van 10? Heel georganiseerd, ze heeft hele goede cijfers op school. Vrolijk, ze heeft een grote hart. Ze heeft altijd oplossingen voor dingen, altijd. Havanna wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 2 januari in de kunstlinie officieel geïnstalleerd. Maar haar eerste optreden had ze vanmorgen meteen een interview gegeven. De eerste keer en ik vind het eigenlijk best leuk, ja. Het zal vast niet de laatste keer zijn. Nee, dat denk ik ook niet.